NL. Limburgs Land met Ger Hoeben. Hallo, goedemorgen, welkom bij Limburgs Land. In dit programma gaan we eens kijken hoe succesvol het prille broedseizoen is geweest van het Mergeland. Hoe zou je kunnen zeggen, Ton Wanders komt erover vertellen. U luistert naar Limburgs Land met Ger Hoeben. Wat hoor ik toch? Kijk, voorzichtig. Wat u hoort, luisteraars, is het onvervalste, echte, pure geluid van het Mergelandhoen. Ton Wanders, goedemorgen, welkom. Goedemorgen. Het is een kuiken, hè, nog, hè? Ja, Wout is deze kip? Die kip die ik hier nu vast heb, dit hoen is ongeveer een week of 4-5 oud. 4-5. Ja. Hij wordt veel groter en het bijzondere aan dit Mergelandhoen is eigenlijk de kleuren. Ja, ik zal even nog in het kort vertellen. We hebben een genootschap, het Mergelandhoen, in Limburg opgericht. Om deze bedreigde kippensoort die ooit hier vroeger geleefd heeft, om die weer terug te brengen. Daarvoor hebben we een fokprogramma opgezet. En dat lukt ons. We hebben inmiddels een 34 stuks hoenders kunnen fokken die geschikt zijn weer voor de toekomst. Om terug te komen hier weer op onze boerderijen. En één daarvan heb ik nu meegenomen. Dit is van de kleurslag Koekoek. Ja. We hebben drie kleurslagen, Ger. Ja. Eén is de zwarte. Die had ik de eerste uitzending hier. Dat was ja, een hele mooie zwarte haan. Ja, maar die was verlegen. Een verlegen type was het. Ja, die lijkt een beetje op zijn fokker. Kijk. En de tweede is, de tweede kleurslag is Mohair, noemen de Fransen. Dat is blauw. En deze is de Koekoek. En daarom heb ik hem meegenomen, Ger. Dit is een zeer zeldzaam kleurslag Koekoek. Mm. Er is in België maar één fokker van. Jo. En we hebben nu inmiddels een paar koekoekkleur hier in, bij mij kunnen fokken. En die we mogelijk volgend jaar ook kunnen inzetten. Hier in Zuid-Limburg. Als ik het goed begrijp, zijn die Mergelandhoenders kleurslag koekoek. Dat is zo gevlekt eigenlijk, als een koekoek er ook uitziet. Er bestaat ook een Mechelse koekoek, die kleuren zijn allemaal hetzelfde. Ze zijn dus net zo zeldzaam eigenlijk als die 25 Franse roggenkorrels. Van, je moet er zuinig mee omgaan. Zet hem terug, gauw een doos. Bovendien, als hij ons even niet ziet en hoort, is het een vleesras of is het een legras? Nou, op de eerste plaats, dit zijn oude hoenderrassen. Die werden vroeger gehouden voor de eieren. Ah, natuurlijk gewoon ook een uiteindelijk om op te eten. Ja. En dus die combinatie werd gezocht. En dan een hoen wat op een boerderij kan leven zonder dat het eigenlijk een heel bijzonder nachthok nodig heeft. Dit hoen kan gewoon in een boom slapen. Dat zou bijvoorbeeld al kunnen. Mm. Maar dit type hoen is gewoon helemaal geschikt om lekker vrij te leven voor de eieren en ook om op te eten. Ja, maar dus opeten denken we nu nog in de eerste instantie niet aan. Het gaat nu even om te zorgen dat ze er komen. Eerst de eierproductie, de kuikentjes opvoeden en dan toch soepkip eigenlijk. Nou, ik denk dat dit een hele bijzondere kip is. Niet als soepkip, maar gewoon een kip die gewoon heel mooi op het bord als mooi stukje. Nee, maar als die intussen 3-5 jaar oud is, dan... Ja, daar ben ik met je eens. Dan zal het een soepkip worden. Sorry hoor. Sorry. Wat nou? Wat is de volgende stap? Er zijn ook mensen gevonden na jullie eerste offensief, die eerste campagne, zijn ook mensen gevonden die zich serieus bezig willen gaan houden met fokken, hè? Het is ongelooflijk. We hebben een 125-tal liefhebbers die zich hebben aangemeld voor het houden van Mergelandhoenders. Die zijn gewoon spontaan in één keer gereageerd. Dat is echt gewoon heel leuk. En er zijn een aantal mensen die hebben gezegd, wij willen meehelpen fokken. Dat zijn mensen die verstand hebben van het fokken van hoenders. Daar hebben we er 12 van geselecteerd. En met deze fokkers gaan we dus aan de slag. En ik denk dat als mensen zich aanmelden via onze website www.mergelandhoen.nl als liefhebber, dan zijn wij ervan overtuigd, als alles goed gaat, dat we volgend jaar een heel groot aantal liefhebbers gewoon kunnen voorzien van Mergelandhoenders. En ik denk in eerste instantie in de kleurslag zwart, Ger, want die is wat algemener. Koekoek zal nog wel wat
wat moeilijker zijn. En we hebben ook nog een hele mooie kleurslag. Dat is de mohair, de mooie, zeg maar, blauw gezoomd. En daarvan denken we ook nog wel dat we daar mogelijk ook nog volgend jaar enkele van kunnen fokken. Wij rusten niet voordat we ze allemaal in de wei hebben, Theo, toch? Want jij bent een van die 125 liefhebbers, hebben we hier. Ik ben een van die 125 liefhebbers en Ton heeft mij laatst gebeld en heeft mij beloofd dat binnenkort er 2 of 3 mijn kant op komen. Ja, dat vind ik ook zo leuk aan het project van Theo Bastiaans. Kijk, er zijn natuurlijk veel aanmeldingen, maar vooral zijn inzet voor oude rassen. Hè? Ja. Alles, daar moet je gewoon heel hard aan werken om iets in leven te houden. En schilderij hang je gewoon op, zeg ik maar. En dat moet je conditioneren. Ja. Maar levend erfgoed, en daar ben je ook mee bezig, Theo, dat zijn de granen. En als ik het goed heb, eten kippen, granen. En die hele combinatie vind ik zo bijzonder. Okay. Dus je bent één... Als je echt bij de Franse roggen verloopt. Niet, ja, voorlopig bij de Franse roggen, ook uit de buurt. Maar de rest maar die niet. Die combinatie, daarom hebben we die samenwerking ook met Theo gezocht. Theo Bastiaans. Naïeve vraag. Je hebt hoeveel eieren legt zo'n kip? Nou, 160 tot 180 stuks eieren legt een kip per jaar. De broedmachine. Dat zou je zo in eerste instantie denken. Daar komen er natuurlijk een aantal deels aan niet bevrucht. Maar als je daar, dus bij mij ook zo, er komen een aantal kuikentjes uit. En dit Merlanthoen moet voldoen aan een rasstandaard. Die is opgesteld in 1896. Ja. En daar worden ze ook op geselecteerd. Dus als er kippen zijn met een afwijking, dan zijn die kippen niet direct weer geschikt voor de fok. En dat houdt ze eigenlijk ook wel bijzonder. En zelfs zou je dat dus ook niet doen, dat selecteren, dan ben ik ervan overtuigd dat je over 10 jaar gewoon die kleurslaag ook niet meer hebt. En dat bijzondere van dit toen is niet meer verloren gegaan. Het is verloren. Veel te veel verdund, zou je kunnen zeggen. Nou, het is goed dat jullie dat in de gaten houden. Nog een keer de naam van de website. Het is www.mergelandhoen.nl. En wat ik wilde vragen aan de luisteraars. Help ons met historische informatie. Heeft u foto's van mogelijke Mergelandhoeners? Hier hoenders op boerderijen. Oude aantekeningen. Gebruiksvoorwerpen. Of weet u locaties waarvan u weet of denkt... Ooit Merlanthoeners hebben gelopen. Dan zouden wij dat heel graag van u willen weten. En voor de mensen die heel graag een keer ook in de levende lijven de Merlanthoeners willen zien. Daar hebben we nu 2 momenten voor gekozen. Dat is op de Kleinvee tentoonstelling van de Dierenvriend in Margeraten. Op 17 en 18 november. Het is nog wel een klein beetje ver weg. Maar we melden het alvast. En op 24 en 25 november komen we met 3 kleurslagen in Voerendaal. Bij de Vereniging Nut en Sport. En daar is het dan een tentoonstelling in het Kundehoes. Ton, bij deze heb je je verplicht om ons 14 dagen van tevoren nog een keer te bellen in dit programma. Om die momenten nog een keer door te geven. Maar toch hebt u de kalender bij de hand. 17 en 18 in november. En 24 en 25 november. Maar ja, en er is ook bij dat offensief, zal ik maar zeggen, van dat Merlanthoen een kleurplaat verschenen op internet. Hè? De website staat hier, daar kun je hem downloaden of niet? Ja, we hebben Mark Jansen, bekend illustrator van kinderboeken, bereid gevonden om een hele mooie tekening te maken van Merlanthoenders. En ik zou eigenlijk heel graag willen zien dat kinderen onze website bezoeken, de tekening downloaden en die inkleuren. En als we hele mooie tekeningen krijgen van de kinderen, dan willen wij absoluut als genootschap daar iets tegenover stellen. De bedoeling is dat die dan teruggestuurd worden. Dat vind je allemaal op de website. Ja, vind je allemaal op de website. Kunnen naar ons teruggestuurd worden. En een hele mooie kleurplaatjes, die zullen wij belonen. Nou, nog één keer dan, Ton. www.mergelandhoen.nl. Was niet persoonlijk bedoeld, hoor, van die soepkip.